Ik ben Piet Hoebeke en ik ben uroloog. Ja, wat hier in de wonderkamer getoond wordt, zijn natuurlijk de geslachtsziekten zoals ze zich voordeden eeuwen terug. Dat wil zeggen voor de tijd van antibiotica, voor de tijd van het condoom, voor de tijd van whatever we vandaag doen om geslachtsziekten te vermijden. En daardoor krijg je vreselijke beelden. Je krijgt syfilis in de meest uitgebreide vormen. Je krijgt allerlei exotische aandoeningen die nu niet meer bestaan bij ons, maar die in sommige landen misschien nog hier en daar wel opduiken. Landen waar de toegang tot die medicijnen en waar eigenlijk de kennis van overdracht van geslachtsziekten niet zo bekend is. Ja. Dus wat je daar ziet is een beetje het extreme. Het is tamelijk sensationeel, zou je het kunnen noemen, die harde manier. En in die zin doet het een beetje denken aan de kermissen vroeger, waar allerlei exotische dingen tentoongesteld werden. Dus in die zin heeft het wel iets voyeuristisch en is het misschien een beetje te. Anderzijds vind ik ook dat je de waarheid niet aan mensen mag onttrekken. Ik bedoel, mensen hebben recht op informatie. En hier eens rondlopen in die wonderkamer is wel zeer goed om eens een idee te krijgen van hoe zijn geslachtsziekten geëvolueerd? Van welke tijden komen we? Hoe werd geneeskunde onderwezen vroeger? Want er zijn eigenlijk heel veel van de modellen die daar liggen, zijn eigenlijk anatomische modellen die voor het onderwijs dienden. Dus ik blijf het wel belangrijk vinden dat die dingen kunnen getoond worden. Maar ernaartoe komen om iets spectaculair, exceptioneel, sensationeel te zien, dat is de foute attitude. Ik denk dat de attitude om te komen is van ik wil iets bijleren.